Michael, uiteindelijk toch de trui moeten afgeven zonder één keer in te rijden. Is dat een slecht iets voor jou? Het is natuurlijk wel een beetje spijtig natuurlijk dat ik niet kon rijden heb. Maar goed, ik heb hem wel een jaar gehad en staat mijn palmarès. En als ik hem aan niemand wou doorgeven, was het natuurlijk wel aan Nelly. Dus het is wel een mooie dag geweest. Ja, wat heb je het afgelopen jaar nu Belgisch kampioen gevoeld? Goh, op training wel. In de cross natuurlijk niet. Ik heb hem nooit niet mogen aandoen. Maar ja, het is niet omdat ik hem niet gehad heb dat ik hem niet gehad heb. Dus ik ben ook nog maar 30 jaar, dus ik denk wel dat ik nog hier en daar een BK ga kunnen meerijden. Dus hopelijk kan ik hem nog eens verhoren. Ja, wat je net zegt, Eli wint, ploegmaat wint. Voelde jij dan ook een beetje die vreugde achteraf? Ja, toch wel. Hè. Ik denk dat ik aan iemand wou weggeven de trui was dan liever aan de ploegmaat. Dus daar ben ik wel tevreden van. Kijk je terug op je eigen wedstrijd vandaag? Wel redelijk goed. Ik was niet direct mee van in het begin, maar ik denk niet dat iedereen wel een beetje, ik, Eli, Thibaut, dat we allemaal een beetje vanuit de achtergrond kwamen. En dat we allemaal wel een beetje, het parcours was ook weer al veel veranderd. En dat zag je wel en ik ben wel blij met mijn podiumplaats. Vorige week in Gullegem vertrouwen getankt, kom je dan uiteindelijk toch met je beste niveau naar dit BK, naar die kerstperiode of niet? In het begin van de week had ik een heel goed gevoel. Woensdag ben ik wel ziek geworden, woensdagavond. Dus ik had sinds woensdag eigenlijk niet meer op de fiets gezeten. Enkel gisteren een beetje hier op parcours komen fietsen. Maar goed, het was niet de beste omstandigheden, maar ik ben wel blij dat ik op het podium kan staan. Dan, ja. Wat brengen die laatste weken van het seizoen nu nog voor jou? Goh, hopelijk hier en daar nog een podiumplaats en misschien nog een overwinning. Het zou heel mooi zijn om toch een iets minder seizoen af te sluiten. En, er zijn nog heel mooie crossen ook, dus ik hoop wel om nog wat mooie resultaten neer te zetten. Ja, we zagen daar juist ook een heel emotionele ploegmanager Jurgen Mettepeggen. Jij hebt die trui, Eli heeft die trui. Het is een super jaar voor jullie ploeg. Beseffen jullie dat al heel erg goed? Ik denk dat in de geschiedenis van de ploeg nog niet is voorgekomen dat welke op zijn de twee kopman een trui hebben. Dus in dat opzicht is Jurgen... Het is een heel mooi jaar en hopelijk kunnen we de komende crossen en volgend jaar die trui alle eer aan doen. Dankjewel.